iedereen denkt, wat zet ik nou op Facebook? Een paar vakantiefoto's en ik like een paar dingen. Wat moeten ze daar nou mee? Wat heb ik daar te verbergen? Maar de data die zij verzamelen is ook heel veel metadata. Bijvoorbeeld hoe laat ik online ben, hoe snel ik op dingen klik, waar ik naar kijk en inzichten uit afleiden. Dus het gaat helemaal niet om de data die je daar zelf opzet, maar de informatie die ze daaruit af kunnen leiden. Misschien moet je het zo doen dat je het algoritme draait op minderheden, dan apart voor Nederland, wit in Nederland, of misschien zelfs verschillende bevolkingsgroepen. Dan krijg je een heel ander profiel waarschijnlijk van de witte Nederlander, mag je niet meer zeggen, maar de autochtoon, die kan misschien wel eens een ander profiel hebben. Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Rogier van Bemmel en vandaag is bij mij te gast Lokke Morel. Het is tijd voor Doordenkers. Lokke, van harte welkom. Leuk om hier te zijn. Ja, leuk dat je er weer bent. Je bent een hele tijd geleden bij Marlies een keer geweest, zag ik. Dat was een leuk gesprek. Dat was een leuk gesprek, heel leuk. Toen ging het helemaal over de QR-codes en de... Precies. En de reden dat jij daar toen over sprak is dat jij, je bent jurist. Hè? Je bent hoogleraar aan een universiteit die in een Nederlands gesprek altijd moeilijk te benoemen is. Want ze hebben geen Nederlandse naam meer. Maar internationaal globale ICT law doe je. En je bent ook bij een advocatenkantoor. Morrison en Forster was het, geloof ik. Ja, een Amerikaans met hoofdkantoor in Amerika, maar wereldwijd, zeg maar. Ja, en jij houdt je bezig daar met... Zij houden zich bezig met technologie en jij met daar senior counsel. Ja, de focus van dat hele kantoor is op technologie. En mijn aandachtspunt is daar de hardcore privacy cyber praktijk. Ja, en dat klinkt allemaal heel abstract, maar we gaan het vandaag hebben over kunstmatige intelligentie, privacy en eigenlijk de technologische ontwikkeling waar de wereld... Middenin zit, precies. Ja. En jij kan daar vanuit juridisch oogpunt, maar ook wel als denker in brede zin, dat jij gewoon nadenkt over hoe de wereld eruit komt te zien door de technologie en hoe we dat met z'n allen kunnen vormgeven. Hoe willen we eigenlijk de publieke ruimte inrichten? Daar heb je het dan eigenlijk over. Ja. Dus daar ga ik niet als expert, maar gewoon als geïnteresseerde ga ik jou daar eens lekker op bevragen vandaag. Ja. En in ons voorgesprek hadden we het over, want iedereen zegt altijd AI, dus kunstmatige intelligentie, die wordt zo slim dat die op een gegeven moment ook wel een beetje, omdat Elon Musk ook wel dat dan vaak roept in de publieke ruimte en ook wel andere mensen die met AI, kunstmatige intelligentie, zullen we KI of AI zeggen? AI maar. Hè? AI. Ja. Misschien toch iets, dus dat die zeggen, die kan de mens wel eens gaan uitroeien, hè? Of die kan wel eens gaan besluiten van, nou, is die mens wel nodig? Ja. En jij zegt, dat is inderdaad een gevaar, maar dat is helemaal niet het grootste gevaar van die AI. Nou ja, wat me daaraan ergert, ik zeg het gelijk, is dat het de gevaren zo groot worden gemaakt, dat het je eigenlijk ontslaat om er iets aan te doen, want het is zo overweldigend. Terwijl die modellen die er nu zijn, dat zijn echt de eerste auto's zonder remmen. En daar moet gewoon nog heel veel aan verbeterd worden. En als je dat gewoon op een verantwoorde manier doet, dan komen die existentiële problemen straks ook niet. Maar wat het dus eigenlijk wat mij betreft is dat soort oproepen, is dat ze tijd kopen om nu hun gang te gaan. Terwijl als je het demystificeert en je bent echt bij die implementatie en development betrokken, wat ik dan ben, dan zie je dat het echt wel te doen is en al heel veel aan te verbeteren is en dat ook moet gebeuren. En nou gebeuren al die andere dingen niet. Ik heb daar zo mijn aarzelingen bij waarom dat zo groot gemaakt wordt. Ja, dat is een beetje... Het klinkt bijna alsof je het een afleidingsmanoeuvre vindt van datgene waar we het eigenlijk over zouden moeten hebben. Ja, gewoon hard werken om de output wel correct te maken. Om te zorgen dat de output niet biased en discriminerend is. Te zorgen dat er guardrails in zitten. Dat je niet bepaald gebruik kan, überhaupt. Elke technologie, de eerste wet van de technologie is, het is niet goed, het is niet verkeerd, maar het is ook nooit neutraal. Een hamer kan iemand met zijn hoofd mee inslaan, je kan een spijker mee inslaan. Het is maar je bedoeling, maar hier met AI moet je er wel aan werken om te zorgen dat die negatieve of boeven die er wat mee willen,
dat dat niet kan. En daar valt van alles aan te doen. Moet je hard werken, innoveren om dat beter te maken. Ja, misschien is het mijn eigen traagheid hoor. Maar als ik inderdaad over AI dan nadenk, dan moet ik... Dus jij zegt, dit is een soort hamer. En wat kun je met die hamer? Ik moet altijd even op gang komen dan. Misschien hebben bepaalde kijkers daar ook wel last van. Dus ik moet dan inderdaad even nadenken van, oh ja, met AI kun je inderdaad inmiddels gewoon, als ik een kort fragmentje van jouw stem heb, kan ik gewoon een protocol laten lopen waarin in jouw stem, zeg maar met jouw man of met een van jouw bekenden wordt gebeld. Of misschien leven je ouders nog en zijn die heel kwetsbaar. Die denken, oh, moet ik even geld overmaken. Ja, ja. Nou, we hebben phishing e-mails, hè, die namens een bank komen en dan proberen je dat je ergens op klikt of dat je je paswoord inlevert en allerlei scams. En ja, die worden met AI, inderdaad stemsimulatie. Waardoor het gewoon lijkt alsof of je dochter belt. Ik kreeg ineens ook allemaal appjes met mam. Hey mam, weet je precies de taal en de taalfouten van mijn dochter? En die zit in Australië om geld over te maken. Nou, ik ben dan cyber... let ik wel goed op, dus dan bel ik even van joh, is it you? Hè? Ja. Dat is allemaal mogelijk met AI. En we krijgen dadelijk het metaverse waar mensen een avatar hebben. Hè, waarin je, en die wordt daar ook geïmiteerd. Dus dan is het iemand die spreekt, loopt, praat, hoe noem je dat, beweegt zoals jij. En als dan je baas zegt, Lok, kom even virtueel, hè, kom even in deze vergadering. En maak even dat geld over. Ja, we krijgen daar nog zoveel meer. AI-influencers hebben we nu ook. Hè? Dus je hebt op Instagram gewoon accounts van meestal bevallige dames die gewoon helemaal virtueel zijn. Ja. Waar ook geld mee wordt verdiend. Ja. Inderdaad in games of in metaverse-achtige contexten. Ja. Wat ik zelf altijd wel een heel enge vind is als je inderdaad op personen toegesneden informatie gaat combineren met heel veel psychologische kennis, dan kun je inderdaad ook, wat we bij Cambridge Analytica gezien hebben, dat mensen heel specifiek benaderd worden die nog twijfelen of ze rechts of links zullen gaan stemmen. Ja, dat die eigenlijk een heel specifiek protocol voor hun neus krijgen. Ja, dat kan dat dus ook is, interactief. Dat is de kern van het probleem, raak je aan. Ja. Iedereen denkt, wat zet ik nou op Facebook? Een paar vakantiefoto's en ik like een paar dingen. Wat moeten ze daar nou mee? Wat heb ik daar te verbergen? Maar de data die zij verzamelen is ook heel veel metadata. Bijvoorbeeld hoe laat ik online ben, hoe snel ik op dingen klik, waar ik naar kijk. En daar op basis van die informatie, gecombineerd natuurlijk met de content en weet ik wat, kunnen ze analyses doen en daar inzichten uit afleiden. Dus het gaat helemaal niet om de data die je daar zelf opzet, maar de informatie die ze daaruit af kunnen leiden. En dat is bijvoorbeeld in het kader van Cambridge Analytica was dat. 1, wat stem je? Ook al heb je dat nooit aangeklikt, weten ze toch wat je voorkeurt. Maar ook, twijfel je nog? Op welk onderdeel twijfel je dan? En welke content moet ik of argument moet ik maken om jou te draaien? Nou, dat kan kennis zijn die je zelf eigenlijk helemaal niet bewust in je hoofd hebt. En dat is eigenlijk, mensen denken dat privacyregels, dataprotectie, dat dat te maken heeft met dingen geheim houden. Dat is het niet. Maar als iemand anders veel meer informatie over jou hebt dan jij zelf hebt, dan kan je dat gebruiken om iemand te beïnvloeden. En dat is precies het Cambridge Analytica verhaal. En dan kan je zeggen, wordt die algoritme slimmer dan jij zelf? Nee, maar ze hebben misschien wel meer informatie over jou dan jij zelf. En de privacyregels zijn er altijd voor. Die verplichten je dan daarover transparant te zijn. Zeg, ik weet dit en dit en dit. Dit is wat ik ermee doe. En zodat je weer op een gelijke hoogte komt. Want als iemand jou gaat zitten sturen, zoals bij Cambridge Analytica, dan worden we een puppet. Dat gaat dan niet alleen, dit gaat over stemgedrag. Maar ook over, krijg je wel of niet een verzekering? Sta je op de lijst van degenen die fraude hebben gepleegd voor de toeslagenaffaire? Ja, precies. Ja, want vroeger als mensen, ik ben al heel lang, ik ben ook een van die vervelende mensen dan die niet die WhatsApp niet gebruikt. Ja. Dus ik gebruik altijd Signal of andere middelen. En daar word ik altijd behoorlijk door verguisd in mijn omgeving. En dan vroeger had ik altijd dat voorbeeld van maar ze weten niet wat je gezegd hebt. Want het is end-to-end encrypted. Hè, dus er zit de encryptie van begingebruiker tot ontvanger.
Ja. Maar dan zei ik altijd, ja, maar ze kunnen wel weten dat je bijvoorbeeld op internet iets hebt opgezocht bij HIV AIDS Nederland. En dat je vervolgens je beste vriend hebt gebeld vanaf een hoog gebouw. Ja, of dat er heel vaak staan natuurlijk deel met, hè, je hebt een artikel, deel met ja. Signal of WhatsApp of whatever per e-mail. En hoe laat was dat dan? En al die metadata eromheen en maar vroeger is kon vaak dus interessanter gewoon, dan de tekst nou, van het appje. Ja, ja, nee, precies. Dus dan en vanaf die meter, ja. Dan zou je dus in dit voorbeeld, hè, zou je dan kunnen afleiden. Oké, okay, die heeft een AIDS-diagnose of een HIV-diagnose gekregen. En dan zeggen mensen, ja, maar ik heb niks om te verbergen. En eigenlijk wat jij nu, de voorbeelden die jij aanhaalt en die door die nieuwe ontwikkelingen eigenlijk mogelijk worden, is, ja, het gaat niet om dat zij dingen weten waarvan jij niet wil dat ze weten. Maar het gaat er eigenlijk om dat ze zoveel van je weten, dat ze de dingen die je zelf nog niet over jezelf weet, kunnen gaan aanboren, ja, om jou te beïnvloeden. Of, ja. Ja, en daar komen we in een heel ander vaarwater terecht. Waar inderdaad, ja, of iemand die ik goed ken, die is bi. Maar doordat, dat niet eens iets over opgezocht, maar gewoon door je contacten, door je met wie je dan communiceert, krijg je ineens allemaal informatie over biseksuele seksualiteit. En dat je echt denkt, hoe kan dit? En dat weet ook verder dan niemand. Dus dan, als je dat dan ineens zo krijgt, is dat wel confronterend. Of die zwangerschap, waar jij het een keer, dat voorbeeld gebruik je ook wel eens. Dat je net opeens reclame krijgt voor zwangerschap. Ja, terwijl je het nog niet, in dit geval het meisje heel jong, die het nog niet aan haar vader had verteld. Dus dat soort kennis grijpt toch in je persoonlijk leven. Want ineens die vader zag dat ook. Die zei van, ben je zwanger? Nou, toen moest ze dat wel vertellen. Mm-hmm. Terwijl ze misschien wel een abortus had willen plegen en het niet aan haar vader had willen vertellen. Ja. En dat is ook met voorspellingen van scheiding bijvoorbeeld. Hè? Dat wordt vaak gebruikt als een voorspeller van, gaat iemand wel of niet zijn lening terugbetalen? Nou, dan kan je iets bevoorstellen. Mensen die gaan scheiden hebben 2 auto's nodig, misschien 2 huizen, misschien kosten voor extra. Dus daar zie je dat een belangrijke factor is of mensen hun lening terugbetalen. Maar je moet je voorstellen, dat is dan een voorspelling op basis van je sociale media gedrag en dat van je partner. Dus dan, ja, dan, oké, okay, stel dat die bank zou zeggen, nou, je krijgt die lening niet, want je gaat scheiden. Wat voor gesprek levert dat op aan de keukentafel? Zeg, gaan we scheiden? Misschien gaat het door dat bericht überhaupt al dat je gaat scheiden. Nee, maar dat onderschatten mensen. Het gaat dus om die gelijkheid van die informatiepositie. In plaats van, en dat je, want ja, en de ondermijning van de hele democratie ook daardoor, toch? Als jij inderdaad, ja, bedoel, dat zijn die partijen aan het doen, hè? Eigenlijk sinds Clinton en Blair, hè? In Nederland, nou ja, dat is ook opiniepeilingspolitiek, hè? Wat vinden mensen? Dan zag je op een, ja, het mooiste voorbeeld is nog steeds Bill Clinton, die in een soort jagersjas met een geweer over zijn nek. Ja. En waarom? Ja, omdat er in die staat nog een paar zwevende kiezers waren, ja, die dan net kon maar pakken. Maar in het begin, en dat is dan interessant, hè? Vroeger deden ze dat meer op allerlei andere informatie. Was het, ik weet nog, Obama, die werd geprezen om zijn analytics. Hè? Omdat, wat zijn de groepen waar je nog kans hebt om te, de swing states, hè? Weet je wel, al die dingen. Ja. Maar dat was altijd nog wel op informatie waarvan je weet dat beschikbaar was. Maar het punt met dat Cambridge Analytica was dat het inzicht kwam dat op basis van eigenlijk hele basale data is, maar waar je totaal niet door hebt, dat er kan worden afgeleid. Ja. En dat is het echte. Kijk, met die scheiding en dat zwangerschap, dat was op data van aankoop, hè? Mensen, vrouwen die geparfumeerde cosmetica kopen, die ons overstappen op ongeparfumeerd. Nou, dat is zo, dat herken ik nog, dat je die luchtjes niet meer kan hebben als je zwanger bent. Daar leiden ze uit af dat iemand zwanger was. Ja. Dus, maar dat is allemaal nog uit te leggen. Maar waar het allemaal zo opaak wordt, is, voor mij, mijn ogen gingen open in 2014, geloof ik, toen was er research van Stanford. Die hadden gewoon naar alle likes op Facebook analyses gemaakt. En op basis van, nou, 10 likes konden ze je persoonlijkheid beter voorspellen dan je medewerker op kantoor. Met 300 likes, willekeurig, hè? Leuke foto, gaaf artikeltje, likes. Met 300 likes konden ze je persoonlijkheid beter voorspellen dan je partner. Die over het algemeen meer weet dan jezelf. Ja. Ja. En dat,
Daar hebben we, psychologen decades over gedaan om testen te ontwikkelen om die persoonlijkheid dan te duiden of in te schatten. En dan op een basis van een paar likes kunnen ze dat analyseren. Dat is toch met meer accuraatheid. Nou ja, daar kan je gewoon niet meer bij. En een aantal jaar later bleek dat ze op basis van die data op Facebook kunnen voorspellen wat jou, dus dit is je persoonlijkheid, maar ook je op dat moment real-time emotie. Of je geagiteerd bent, boos, verdrietig, angstig. Ja. Dus dat, als je dat allemaal weet, hè, je persoonlijkheid of je state of mind of van hoe je je dan voelt. Hoe kan je iemand dan beïnvloeden? En dat, nou, dus in Australië was de bazen van Facebook daar, die waren erop uitgegaan. Nou, nu kan je adverteren, want we weten precies waarin jongeren dan gevoelig zijn. Nou, het kwam uit Amerika, hé, dat doen we niet. Toen zijn ze natuurlijk gestopt, maar het feit is wel dat ze het kunnen. En dat is zo onderschat wat je daarmee kan. Ja, daarom bracht ik ook even die politieke dimensie in. Omdat het inderdaad, ja, maar persoonlijke privacy. Maar inderdaad, als je die groepsprocessen ook nog eens kunt gaan beïnvloeden. Ja. Op eigenlijk manieren die je zelf ook helemaal niet meer door hebt. Nee, voor bepaalde groepen specifieke korte TikTok filmpjes met een one issue. Waardoor iedereen dat heel grappig of leuk en deelt. En ineens is het forum populair. De anderen doen het ook, daar gaat het niet om. Maar nee, maar het is wel een van de verklaringen waarom forum het bij jongeren zo goed lijkt te doen. Super gaaf. Dat ze lekker met TikTok bezig zijn. Ja, maar daar is dan geen context, geen discussie. En ja, ik ben langzamerhand, nu we weten wat er gebeurt, ben ik echt voor. En dat wordt ook in Europa besproken om gewoon een verbod te hebben op dat soort profilering voor in de tijd van de verkiezingen. Ik wil nog even een stapje, want we gaan nu, dat is meteen de volgende stap. We hadden het eigenlijk even over die gevaren. Ik moet mezelf ook even, want op dit thema ben ik ook zo geïnteresseerd. Voor je het weet gaan we helemaal. Maar volgens mij hadden we het even over dat gevaar van, oké, extinctiegevaar. Dat is er op een bepaalde manier. Maar jij zegt er is eigenlijk, ze zijn gewoon lekker, het is een race to market, noem je het net. Je zit lekker in al die grote bedrijven. Je gebruikt die terminologie ook, race to market. Eigenlijk moeten we over andere dingen nadenken. Hebben we die zo goed genoeg in kaart gebracht? Dus eigenlijk het gevaar van beïnvloeding, het gevaar dat die AI ons beter, en op basis van die big data, ons beter kent dan we onszelf kennen. We hebben daar nu een paar van een soort nachtmerriescenario's even voor aangestipt. Of moeten we dat lijntje nog een stukje doortrekken? Dat je zegt, wat gebeurt er dan inderdaad met die democratie? Of is dat voorbeeld bijvoorbeeld van Forum of van Bill Clinton die opeens... Kijk, er is ontzettend veel misinformatie vanuit Rusland, vanuit China. En dit soort tools maakt het... Vanuit de NAVO? Ja. Nou, dat hangt ervan af. Als dat zo is, en je hebt daar voorbeelden van, dan moeten we het daarover hebben. Maar ik zie de grootste misinformatiecampagnes, die komen toch uit die landen. En die proberen echt onze democratie te ondermijnen. En voor mij echt de schellen van mijn ogen. Ik zal dan één voorbeeld noemen waarvan ik dan denk, jeetje mina, oké. In de tijd van COVID hadden we natuurlijk research, hè? En ook strijd om dat een race om dat vaccin zo snel mogelijk te ontwikkelen. Mm-hmm. Nou, daar zie je de positieve effecten van AI. Daar zag je dat we veel sneller in kaart hadden welke vaccins die al zijn potentieel ook hier geschikt voor kunnen zijn, gewoon door de analyses te draaien, waardoor we hadden anders nooit zo snel deze vaccins ontwikkeld gekregen. Sowieso een voorbeeld van een positieve invloed van AI. Daarom, hè. Het in kaart brengen van moedervlekjes, welke zijn wel niet kwaadaardig, dat soort taakjes. Absoluut, joh. Ik denk dat we allebei moeten doen. Heel goed kijken naar de positieve effecten. Ze vragen altijd aan mij, ben je tech-optimist of tech-pessimist. En dan denk ik, mag ik het allebei zijn? Of mag ik een realist zijn? Weet je wel? Ik bedoel, jeetje. Hoezo in een van de kampen? Ik denk dat het fantastisch is. En we moeten heel goed kijken naar de impact. Ja, dat zit ook weer heel mooi. Ik vind het een mooi argument van het reduceren van het gevaar tot een eendimensionaal beeld van wat eng is. Dat zorgt eigenlijk dat
Maar goed, er zijn ook maar weinig mensen zoals jij die echt ook, die echt ook bij die bedrijven aan tafel zitten. Die, ja. die het recht begrijpen. En ja. die er ook echt gedifferentieerd over kunnen nadenken. Ja, dus maar dat, we moeten ja. ophouden met het indelen in kampen. Begrijp je? En dat als jij een optimist bent, dat je niet bereid bent om over de gevaren te praten. Want dat, die zijn er. Ja. Maar even terug naar COVID. Dus positief was, wat een fantastisch resultaat. Zo is het toch? Mm-hmm. Hè? Met die vaccins. Maar ja, we zagen ook... Tegelijkertijd, eerlijk gezegd, zag je ja, China vooral en Rusland ook infiltreren om die research te kunnen stelen. Maar ook infiltraties bij de FMA, dat is, of de, zeg ik dat goed? Ja, de EMA, sorry, ik ben dyslectisch. De European Medicine Agency, waar die vaccin. Aanvragen kwamen voor de goedkeuring. Medical Association is het toch? Nee, de EMA heet het. De European Medicine Agency volgens mij. Ik dacht medical. De geneeskundige toezicht. Nee, het is waar al die aanvragen voor goedkeuring komen voor ja, vaccin. Dat is okay. de EMA. Maar goed, oké. Okay. Oh. We gaan het wordt gefactcheckt. Het wordt gefactcheckt. Lijkt me een prima plan. Maar we bedoelen hetzelfde. Dus ja, we bedoelen hetzelfde. Ja. En die zijn gewoon de Europese CDC eigenlijk. Ja. Dus ze werden geïnfiltreerd. Nee, niet CDC. Nou zeg ik het verkeerd. CDC is het RIVM. Maakt niet uit. De toezichthouder. Ja, precies. Goed, nou, we hebben het over hetzelfde. We hebben het over hetzelfde. Ja. EMA. En dus die werden geïnfiltreerd. Die dossiers werden gestolen. En weet je, als je in een pandemic zit, dan denk ik nog, en je wil je eigen mensen beschermen, kan ik me nog iets meer voorstellen dat je vaccininformatie stilt. Nee, maar ik ben het er niet mee eens dat ze dat moeten doen. Dat ze dat doen, maar ik kan me daar nog iets bij voorstellen. Maar waar ik helemaal afhaakte, dat ze tegelijkertijd die dossiers ook corrumpeerden. Waardoor de data niet klopte, waardoor er allerlei verwarring rondom die vaccins ontstaan. Enorme misinformatiecampagnes om die respons van onze Europese en nationale overheden te ondermijnen. Waardoor allerlei onduidelijkheid ontstond over die vaccins. En dat, en heb je dan ook nog tijd voor, terwijl je een eigen gezondheidscrisis in je eigen land hebt. Dat vind ik dan echt, maar dat is een voorbeeld waar je AI zeg maar kan gebruiken om dat soort... Ja, campagnes te triggeren, te... Waarom zeg je dat dat kunstmatige intelligentie was? Dat hebben ze gebruikt om te hacken, bedoel je? Nou, ze hebben gebruikt als je op zulke grote schaal dat soort trollen aan wil sturen. En daar gebruik je over. Ja, maar dat is de misinformatie. Maar inbreken bij de EMA, hè, dan... Nou, daar kunnen ze... Kijk, wat je ziet is dat je met... AI is niet goed, technologie niet goed, niet slecht, niet neutraal. Je kan AI gebruiken om... te proberen de kwetsbaarheden van iedereen op te zoeken, automatisch. Die heeft best wel goede bescherming. Multifactor, volgende, weet je wel. Zo kun je het gebruiken om ergens binnen te komen. Oké, dus die hackers gebruiken die. Ja, je kan het ook gebruiken om je zelf te beschermen en te kijken van, waar zitten de kwetsbaarheden en het automatisch te corrigeren. Het is niet goed, het is niet slecht, maar we zitten wel in een race met z'n allen. Dus wij zullen ook die techniek moeten kunnen beheersen om je te kunnen verdedigen tegen foute mensen en staten en weet ik wat. Dus als wij zeggen, AI, daar zijn we niet van, dan zeg ik, je hebt het al nodig voor je defense. Hè? En, maar daar zie je aan, die misinformatie die gaat dat wordt het grootste issue van de komende tijd. En hoe gaan we ons daartegen verdedigen? Dat wordt een, ik heb daar wel ideeën over, maar tot nu toe richten we het in Europa in dat je probeert dan de partijen, zoals de grote techbedrijven, Facebook, dat zij moeten modereren, dat de informatie op die platforms beter betrouwbaar wordt, niet met allemaal trollen erop. Ik denk langzamerhand, dat moeten we ook doen, maar ik denk langzamerhand dat we gewoon onze eigen betrouwbare kanalen moeten gaan creëren. Ja. Nou, kan je aan de markt overlaten, we hebben de media, we hebben dit kanaal, De Nieuwe Wereld. Nou, ik denk dat heel veel mensen daar ook informatie halen en dan hangt het af van jou, de betrouwbaarheid van deze organisatie. Hè, maar we moeten eigen kanalen maken. Ja, ik wilde eigenlijk even een zij... Laten we dit zo... ik kan er ook nu op ingaan. Nee, ik ben... Want dat is een groter thema. Hè? De Digital Services Act. Hoe ga je met media om? Hoe ga je met trollen om? Wat is onze rol daarin? En misschien... Ja.
Ik ben nog heel even benieuwd of je alles gezegd hebt over privacy wat je daarover wilde zeggen net. Want je noemde wel even, we denken dat dat gaat over wat mensen over je weten. Hè, maar eigenlijk gaat dat nog veel dieper. Wat vaak een goed voorbeeld is, merk ik. Toen met Cambridge Analytica ben ik gaan zitten en ik dacht, wat weet ik nou eigenlijk over mezelf? En toen ben ik een lijst gaan maken. En toen kwam ik tot, ik geloof, 200 dingen of zo. Zoiets. En toen... Geef eens een voorbeeld. Wat wist jij over jezelf? Gewoon alle dingen. Heeft rechten gestudeerd, is hoogleraar, heeft een gezin, heeft drie kinderen. Ik bedoel, er komt echt een end aan die lijst. Dat is zo grappig ervan. En toen heb ik die lijst aan mijn man gegeven en die zette er geloof ik nog, weet ik, van 20, 25 dingen bij. En dat waren de dingen die wat minder leuk zijn voor mij. Dus ik ontzettend gelachen van... Wordt heel cranky als ze geen koffie heeft gehad en ze moest ze echt niet genieten. Net ook gemerkt, niet. Je werd niet cranky, maar dat is wel belangrijk. Nee, maar heel belangrijk. Echt een dingetje, weet je. En, maar ook iets van, weet ik veel, neem nooit een toetje en eet dan de mijne op. En nou ja, ik kan nog een tijd doorgaan. Maar weet je, dat soort dingen, die, ja, gewoon van die weetjes, die je wel, ja, dat weet ik ook wel. Maar als je nou tegen mij zegt, bestel je nooit een toetje, dan denk ik, oh, dat is niet waar. Weet je, maar ik denk dat hij een punt heeft. Hè? Ja. Maar laat het er nog 50 zijn, maar dan kom je aan 250 dingen of zo. En terwijl voordat dat hele schandaal naar buiten kwam, was die CEO van Cambridge Analytica, die stond op allerlei fora, waar ik ook een keer in de zaal zat, verhaal te vertellen wat ze allemaal niet wisten. Ze hadden 5000 datapunten per Amerikaan. Nou, als ik al 250 kom en je hebt 5000, dan weet je echt een hoop meer van mij dan ik zelf weet. Althans, niet bewust weet. En wat voor dingen waren dat dan waar jij niet gedacht had? Ik niet. Maar ja, er zijn allerlei dingen. En de NPO weet ook veel meer over mij dan ik. Bijvoorbeeld, daar zag ik dan... Ik val in een bepaald profiel van de NPO. En dan lig je helemaal dubbel als je dat ziet. Want dat is ook vrij gedetailleerd. Want hoe weet jij... Heb ik wel een keer gezien. Hè, van Lokke valt in die... Ja, ik praat natuurlijk dan met mensen... Ja, komt bij al die dingen binnen. Ja, en dat is dan... Nou, ik wil het wel geven. Het is hilarisch. Heel hoog opgeleid. Zo druk met haar dagelijkse werk. Dat je eigenlijk je hoofd stil moet worden 's avonds. Maar ja, als je iets suf ziet, dan val je in slaap. Dus kijkt graag detectives. Weet je wel, comfy detectives of comfy crime. Ja. Want dan moet je wel nadenken. Maar ook niet zo te veel dat je... Ja. Nou ja, zo, ik kan nog een tijdje doorgaan. Maar dat je denkt, ja, dat is eigenlijk wel waar. Want ik vind het heel lekker om zo'n comfy crime te kijken. En dan rustig te doen en even te kalmeren. En dan hoe weet de NPO dat? Nou, op basis van alle data die ze zien in mijn kijkgedrag. Want jij, de NPO houdt dat ook al bij via televisie of zo? Nou ja, dat zijn dan dingen die... volgens mij deden ze dat altijd met die kijkonderzoeken en weet ik veel. Ze hebben natuurlijk een tijd lang ook met die cookies gedaan. Nu doen ze het meer contextual. Maar die indelingen en waar je dan invalt... Ja, dat is, daar zit echt intelligentie en onderzoek achter. En het is hartstikke waar. Hoe blij ik geen tv heb dan, als ik dit zo hoor. Maar... Nou, ja. Ja, dus we gingen eigenlijk naar privacy toe. Hè? Dus zij weten zoveel meer van jou. En dit is dan een voorbeeld waar je dan wat meer details van wist. En dat is een interessant voorbeeld. Maar die Cambridge Analytica gasten, die weten dus, die hebben 5000 datapunten. Nou, ik wil wel uitleg geven waarom... Bijvoorbeeld de toeslagenaffaire, nou, dat is dus privacyregels eigenlijk, als je die toepast. Waarom dat nou, hoe dat dan komt. En die toeslagenaffaire, dat kan je dan als een incident zien, maar als je dat eenmaal door hebt hoe dat werkt, dan snap je dat we nog 30 toeslagenaffaires gaan krijgen als je hier niet over nadenkt, met z'n allen rekenschap vergeeft en dat anders inricht. Oké, ik zal proberen uit te leggen. Maar zo'n algoritme werkt. Je stopt software, programmeer je en dan doet die software wat jij verzonnen hebt. Ja, die heeft een taakje en dat voert die heeft een taakje. Ja. En dat kan heel ingewikkeld worden met de flash trading van de banken. Nou, niemand begrijpt het nog, maar het is ooit gemaakt. Hè, zo. Met die algoritmes is dat je een berg data hebt.
die stop je in dat algoritme en die vindt dan correlaties tussen die data. Dus als ik data van mensen die obese zijn in een algoritme stop, dan zegt hij, nou, mensen die obese zijn hebben karakteristieken A, B, C. Dat is beschrijvend, zeg maar. Gewoon correlaties. Daarna wordt het omgedraaid. Dan zeggen ze, hey, Lokker, jij hebt ABC. Je zal wel obese worden. Dat is voorspellend. En dan wordt het bepalend. Dan zegt de verzekeringsmaatschappij, hey, Lokker, jij hebt ABC. Je zal wel obese worden. Dan krijg jij een hogere verzekeringspremie. Nou, als je daar nou over nadenkt, dan als jurist zou je zien dat we dat een omkering van de bewijslast noemen. Want de vraag is dan, ik heb ABC, kan ik nou nog tegen die verzekeringsmaatschappij uitleggen dat ik wel ABC heb, maar niet obese word? Dat is data die geanalyseerd is op anderen. Is dat dan per se op mij van toepassing? Nou, dat zegt het minority report probleem. Ja, dus dan precies. Dus zeggen dat jij een moord gaat plegen. Dus je gaat de gevangenis in. Ja, is dat dan waar voor mij in het individu? En krijg ik nog de kans om dat te weerleggen? Of wordt dat de waarheid? Hè? Dan krijg je een soort de data-dictatuur, noemen ze dat dan niet. Maar het echte punt, ik hoop dat je ziet dat dit het toeslagenaffaire is. Want daar was het, we hebben een analyse, we denken dat jij fraude gepleegd hebt. En die mensen hebben ontzettende moeite gehad om aan te tonen. Want dan moet je wat we noemen een negatief bewijzen, maar een negatief is onmogelijk te bewijzen. Hoe ga ik bewijzen dat ik met ABC niet, dat kan ik helemaal niet bewijzen. Ja. In het recht is het zo dat degene die de bewijslast heeft, meestal verliest. Daarom wordt er heel nauwkeurig gekeken in de wet. De bewijslast ligt hier. Dat is bij de aanklager. Dat is de verzekeringsmaatschappij die zegt dat ik obese ga worden. Daar moet de bewijslast liggen. En als je toevallig bij mij terechtkomt, dan staat er ook vaak, nou, als je dan dat hebt aangetoond, of nu niet zoveel weegt, of niet obese bent, dan zou de bewijslast weer naar de andere kant moeten. Mijn punt is, dat moet gewoon doordacht worden. En de bewijslast bij de burger leggen dat hij fraude gaat plegen, nou, dat kan je nooit bewijzen. En als onze rechtelijke macht, onze Raad van State, hier meer begrip van had gehad, hoe dit werkt en waarom dit ineens zo werkt, dan hadden ze veel eerder gerealiseerd wat het issue was. Nou, dat waar blijkt uit dat ze dat niet. Nou goed, bij het toeslagenschandaal bedoel je? Ja, bij het toeslagenschandaal hebben ze toch gedacht dat dit een goed idee was. Nee, niemand heeft gedacht, hé, die bewijslast ligt daar, wat is hier aan de hand? Maar hoe hadden ze dit juridisch? Want dat vond ik wel interessant. En daar wilde ik eigenlijk ook even. Daar wilde ik gewoon even naar vragen voordat we meer toch een beetje dat spannende van. Oké, hoe richt je dan bijvoorbeeld de mediawereld in? Of hoe weer je hier tegen? Ja, maar er is natuurlijk ook gewoon een juridisch verweer dat vaak op privacywetgeving komt te rusten. Ja. Heb ik jou ergens horen zeggen. Nou ja, het begint altijd met de data. Ja, Had ik die mogen gebruiken? En is het dan een faire uitkomst? Maar ik heb je ook ergens horen zeggen dat eigenlijk privacywetten eigenlijk helemaal niet in staat zijn om dit soort problemen goed juridisch af te dekken. Nou, ik denk, gek genoeg zijn die privacyregels, kom je een heel eind mee. Maar ik vind het niet altijd intuïtief dat als een algoritme discrimineert, dat dan een schending van de privacyregels is. Ik denk dat mensen dat niet altijd doorhebben. En vergeet niet, je kan ook allerlei, die privacyregels zijn van toepassing hier als iemand data verwerkt. Maar wat als een algoritme getraind is in Amerika op Amerikaanse data en hier ineens een algoritme op de markt. We krijgen daarom ook een AI-act om een aantal van die gaten die er zijn, zeg maar, in te vullen. Dus dat is een goed idee. Maar die wetten qua principes lijken wel erg op elkaar. Is dat in Nederland of is dat Europees? Europees. Die AI-act die eraan komt is Europees. Maar ik denk echt oprecht. Volstaat die? Nou, het is een heel goed begin. Okay. Het is, je moet ergens beginnen. Mm-hmm. En dit is een heel goed begin. En dan ga je leren. En dan zie je waar dingen niet werken. Ik denk dat we niet meer moeten denken dat wetten voor 30 jaar zijn. Maar dat we veel... Ja, in deze fase is het een begin. Die Digital Services Act waar jij het over had, die is nu al out of date. Dat is amper aangenomen en ingevoerd. Ja. Ik bedoel, ik geef één voorbeeld. Daar staat in dat zij de digital media contentmoderatie moeten doen. Oké,
Of in ieder geval dat ze daar een beleid voor moeten hebben. Ja. Maar in het metaverse gaat het niet meer over content motorrijden, maar real-time behavior. Hm. Oké. Okay. Hoe gaan we dat reguleren? Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Het is gewoon. Stel, je hebt een actor die in de metaverse door middel van AI tegelijkertijd met 800 miljoen mensen kan praten en die op basis van een psychologisch modelletje kan gaan beïnvloeden. Dat vang je niet meer af met je moet content modereren. Met wat iets van statisch is en wat je eraf kan halen. En weet ik wel, begrijp je bedoel? Ja. Dit is als er iets. Er is heel veel harassment, sexual harassment in de metaverse werelden. Als die niet goed gemodereerd worden. Hm. Ja, hoe ga je dat dan doen? Is dat strafbaar überhaupt? Alle wetten die zijn dat je iemand fysiek moet aanraken. Nou, virtueel is iets heel anders. Terwijl die virtuele wereld blijkt dat mensen die dat ervaren, dat onze brain wordt getricked in geloven dat het echt is. Dus de trauma die ontstaat door als je geharassed bent of gepest wordt of in het metaverse, wordt ervaren als echt. Nou, daar moeten we onze wetten gewoon op aanpassen. Dat moet allemaal nog gebeuren. Maar even terug naar die toeslagen, want dat is natuurlijk toch wel. Misschien moeten we daar de mensen ook nog een beetje aanpassen. Maar okay, het is fascinerend dat iedereen die een avatar heeft ineens zich gaat misdragen. Ja. Of als je denkt dat je anoniem bent, dat je maar los kan gaan op social media. Het zegt wel wat over de mens, hoor. Mijn hemel. Ja, zeker. Dus die lijn van privacywetgeving, oké, tot op zekere hoogte. Maar we krijgen nu ook een AI-act. Dus dan gaan we het eigenlijk ook op een andere manier. Wat staat daarin? Of is dat een veel te groot? Nou ja, eigenlijk is al die wetten die we nu maken met nieuwe technologie, is ook heel goed begrijpelijk, noemen we metaregulering. Kijk, die toepassingen die je met die technologie kunnen doen, zijn zo wijd en verschillend. Dat het heel mogelijk is om strakke regels te maken. Ik bedoel, een algoritme in de medische sector is totaal anders dan een algoritme op social media. Of totaal anders als het. Nou ja, je begrijpt het. Dus dat is dan altijd heel hoog over. En als een wetgever niet goed weet wat je met die technologie gaat doen, dan geven ze eigenlijk meta-reguleren. En dat betekent, ik reguleer dat jij jezelf moet reguleren. En dat doe je dan met een data protection impact assessment. Dat betekent dat jij moet inventariseren van als jij iets, een technologie invoert waarmee je data verwerkt, dat je gaat kijken, oké, wat zijn dan alle impacts? Dan bepaalt hoe mitigeer ik dat? Dan een risk assessment maakt. Als het low is, dan kan je, you can go. Als het medium is, nou, dan moet je nog wat extra's doen. En als het hoog risico is, dan moet je naar de autoriteit. Nou, die AI Act zegt exact hetzelfde. Dat noemen ze daar een conformity assessment. En ook een Human Rights Impact Assessment heeft het parlement erdoor gekregen nu. De tekst is nu afgerond en de laatste dingen, maar die wet gaat er echt wel komen vanuit Europa. En dan zegt ze, ja, dan moet je die impact assessment doen. Cyber controleren, bias controleren, correctness controleren. Niet goed genoeg, mitigerende maatregelen. Nou, zo. Dus het is meer een structuur van hoe je dat op een verantwoorde manier moet gaan doen. Dan dat het een wet is, dit mag en dat mag. Nou, hebben ze ook van bepaalde dingen gezegd, dat mag helemaal niet. Dus dat is hartstikke goed. Nou, in publieke ruimte mag je niet facial recognition doen voor bepaalde, gewoon zomaar omdat je het wel handig vindt. Weet je, het is risk-based, risico-gebaseerd. Meer een privacy-aspect ook. Ja. Maar zo. Nee, dan gaan die mensenrechten gaan daar dus toch in die laten we zeggen, die ontaarde globale sfeer, gaan dus toch die mensenrechten op de een of andere manier worden dan toch een soort van meetlat van wat absoluut, er wel is. Absoluut, dat is uiteindelijk de grondlegger van, joh, heb ik nog autonomie? Als iemand iets beslist over mij en iets wat gewoon en mij stuurt, ja, dan ben ik een puppet, ben ik niet autonoom. Al die human rights waar we van zeggen, die vinden we als fundament belangrijk. Dat mensen goed hun leven moeten kunnen leiden en in control of hun own destiny zijn. Nou ja, dat moet geborgd worden om een goede maatschappij te houden. Laat dan zien hoe passief het is. Hè? Dat het mensenrechten zijn natuurlijk. Daar staan. Bij burgerrechten is het veel makkelijker om er ook de burgerplichten tegenover te zetten. Maar in die AI-achtige sfeer, daar hang je dan met je rechten. Ik mag niet aangevallen worden of gemanipuleerd worden. Maar welke plichten heb ik daar eigenlijk in? Ja, mijn enige plicht is waarschijnlijk te consumeren of zoiets. Ja. Maar,
Nou ja, ik vind dat daar, nou, laten we de discussie maar aangaan. Ik vind tot nu toe dat er veel te veel plichten bij de burger werden gelegd. Hmm. Bijvoorbeeld dat jij moet bepalen of je cookies wel of niet toestaat. Ja. Wie accepteert geen cookies? Is soms zo ingewikkeld om er van af te komen. De meeste mensen klikken ja, terwijl ze het echt niet willen dat al die data wordt verzameld. Dus ik denk dat de systemen zo moeten mij, dat de wetgever gewoon meer bepaalt van, oké, geen geprofileerde targeting in de verkiezingstijd. Ze hebben nu in de Digital Services Act dan voor het eerst gezegd, geen geprofileerde targeting op kinderen. Geen geprofileerde targeting op sensitive information. Mm-hmm. Nou, oké, dat zijn goede beginnen. Maar ja, wat is dan sensitive information? Dat je getrouwd bent of niet? Of dat je gaat scheiden of niet? Dan krijg je daar weer een discussie over. Dus mijn conclusie is wel, ik denk dat dat hele verzamelen van data, die totale focus op het verzamelen van data van individuen, om maar targeted advertising te kunnen doen, om zo geld te kunnen verdienen, dat is echt een uitwas geworden langzamerhand. Waarvan ja, na al die jaren mijn conclusie is van nou, daar moeten we mee ophouden. En heb ik het niet over dat we ophouden met adverteren. Want dat is heel nuttig. Mm. Dat is de manier waarop je je diensten, dat is hoe de economie. Maar moet het zo getarget zijn op jou? Of kan het getarget zijn op de context van de website? Of gebaseerd op, ik heb een account bij die en die en ze weten dat ik, dat geef ik dan zelf op. Ben je man, ben je vrouw? Woon je in de regio Amsterdam? Je kan voor mij part zelf een aantal categorieën. Maar dat zijn dan duidelijke categorieën. Hmm. Niet meer ben je gevoelig voor koopjes s'avonds om 11 uur s'nachts. Ja. Of ben je obese en ben je gevoelig voor snacks? Begrijp je wat ik bedoel? Ja, waarbij Shoshana Zuboff, zij gaat eigenlijk nog een stapje verder. Zij zegt, het is niet alleen dat je data dus gemijnd worden en dat je daarmee eigenlijk zelf het product wordt. Maar het is ook dat die algoritmen gaan op een gegeven moment de mensen ook echt beïnvloeden. Dat zie je bij die verkiezingen wel besproken. Ja. Je ziet het inderdaad bij een spelletje als Pokémon Go. Ja. Dat je kunt mensen op basis van zoveel kennis kun je ook gewoon gaan nudgen. Hè? Als ik een Pokémon ergens bij de Starbucks neerzet, dan krijg je de Starbucks opeens een drukker dan absoluut, met nog van jou een kortingsbon voor een drankje. Nee, maar dat is wel wat het is. Hm. En de vraag is, nou, to a certain extent, is dat ook helemaal niet erg. Hè? Ik weet nog, ik ben wat ouder, maar in het begin met dit internet, nou, ik kreeg je al die Viagra als vrouw. Wat moet ik ermee? Dus ik vind het prima dat ze weten, je gender, en dan kan je ook als je dat zelf op kan geven, welke gender je dan hebt. Of als je het niet wil opgeven, ook goed, maar dan krijg je Viagra. Weet je, kijk, dat er advertenties zijn op tv, daar zijn we het allemaal over eens. En maar het moet wel, op welk niveau word jij, is het kijken naar je echte preferenties of draait het om, maar hoe beïnvloed ik iemand zodat ik eigenlijk dingen koop die ik helemaal niet wil? Of word ik uitgesloten van advertenties die ik misschien wel wil krijgen? Dat is op een gegeven moment in Amerika was dat heel gek, dat bepaalde advertenties alleen maar naar de mensen, eigenlijk de rijken, die kregen betere aanbiedingen dan de minder bedeelden. Ah, ja. Interessant. Ja. Je kunt ook nog, dat kan ook nog. Je kunt reclame ook nog missen. Ja. Ja. Hoe maken we dan de stap van, oké, dus voor mij is je punt, je punt voor zover dat een punt is, maar even al jouw antwoord op een aantal van die vragen rondom die wetgeving is, wat ik heel erg uit meeneem nu is, dat is echt een work in progress. Hè. Dat is, we zijn ermee bezig, we moeten moeten we daarvan leren. Ja. En de oriëntatiepunten aan zaken als mensenrechten, of in ieder geval wat willen wij van de techniek en niet wat willen de grote bedrijven verkopen aan ons of leveren aan ons. Nou, en wat ik zie, en dat begrijp ik heel goed, we hebben natuurlijk nu ook een generatie die helemaal in die, zeg maar, digitale wereld al geboren, digital born, hè. Dus toen was het er al. Ik ben natuurlijk van daarvoor. En als wetenschapper zie je wel, weet je, ja, kijk, elke nieuwe technologie, dat neemt even de technologie de wereld over. En daarna komt die wetgever erachteraan, veel te laat, weet je wel. En die probeert dan nog wat te redderen. En dat begint nu, dat we daar zijn. En voor mij begint het dus pas om dit in goede banen te leiden. Terwijl ik zie dat heel veel jongeren denken, ja, dat is er toch al, dat kunnen we niet meer veranderen. En een beetje apathisch worden, in plaats van
activistisch zeg. Ik wil dit wel uit kunnen zetten of ik wil dit niet. Of ik vind... En daar zie ik... Ja, dat... Zo van... We zijn te laat. En dat ben ik zo... We beginnen net. Mm. En ja, als je dan de geschiedenis ziet... bijvoorbeeld die eerste industriële revolutie na toen... hadden we ook allerlei monopolisten. Hè? De steel barons, de copper barons, de oliemagnaten, de olie... Ja. En toen hebben ze... Dat is wanneer de eerste antitrustwetgeving kwam in Amerika. Toen hebben ze gewoon die oliebedrijven opgesplitst. En toen zag de wereld er weer... heel anders uit. En dus er is nu ook een discussie, moet je die grote techbedrijven opsplitsen? Nou, dat is een hele valide discussie. En dat is zeker niet uitgesloten dat op een gegeven moment bepaalde dingen niet meer mogen fuseren of zelfs opgesplit worden. Mm-hmm. En dat begint zich allemaal nu pas te doen. We beginnen pas. Ja. Ja. Ja, tegelijkertijd is het al zo, kijk, bij de industriële revolutie op een gegeven moment werd de lucht wel erg moeilijk om in te ademen in Londen en in andere grote steden. Maar goed, daar is het nu wel normaal te ademen. Ja. En we hebben nog steeds wel... de hele sustainability discussie die een uitvloeisel daarvan is. Dus, ja, daar zijn we nog niet helemaal. En daar zijn we echt nog niet uit. Dus, maar dit gaat misschien dus wel zo snel. Goed, die gevaren hebben we inmiddels genoeg afgedekt misschien. Maar ik vind je optimisme... dat jij er nog enigszins optimistisch over bent. Nou, ik ben daar... Maar ook niet alleen optimistisch, maar ook... Pak je verantwoordelijkheid. Ja. En dat is wel... als je daar apathisch naar kijkt... Ja, dan verandert het niet. Maar ik zie dingen echt wel veranderen. Ja. En het feit dat je nu hiernaar vraagt... Nou, 15 jaar geleden zei ik dit de hele tijd... en dacht iedereen, die is gek. Ik was een interview in de Volkskrant gegeven... dat ze helemaal geschokt waren dat ik tegen zei van ja, jullie doen het zelf ook niet goed. Je vraagt maar cookies, je volgt mij terwijl ik de krant lees. Terwijl 10 jaar geleden als je een camera had gezet in de bibliotheek, had iedereen gezegd ben je besodemieterd. Ik moet toch zelf kunnen bepalen wat ik lees en doe. En nu zit je me helemaal te volgen wat ik doe. Waarom? Dit is zo in strijd met de vrije nieuwsgaring en informatievrijheid. Ja. Nou, boos. Moest op het matje komen bij NRC. Maar toen ik eenmaal alles had uitgelegd, hebben ze dat wel veranderd. En ook die andere uitgevers. Dus ja, we hebben ook een verantwoordelijkheid om je te informeren en je daarmee bezig te houden. Ja, ja. Om niks af te doen in je voorbeeld. Maar inderdaad, 15 jaar geleden was ik er ook al wel mee bezig. Ik gebruik bijvoorbeeld geen WhatsApp en Facebook en zo. Maar dat heeft een reden. Dus ik deel je intuïties dat we er ook voorzichtig mee moeten zijn. Een van de redenen ook dat ik het heel leuk vond dat jij van alle FSN-mensen een van de mensen was die bereid was om voor deze serie in gesprek te gaan. Ja. We hebben net nog een draadje laten liggen en dat ging over die... dat eigenlijk kwamen we vanuit die Digital Services Act en over de beïnvloeding en over hoe die algoritmen bijvoorbeeld een trollenleger kunnen aansturen. De beïnvloeding vanuit Rusland, de beïnvloeding vanuit... misschien ook vanuit bedrijven. We kwamen ook een beetje op dat medialandschap. En daarmee eigenlijk hoe dit soort technologie, als ik het een titeltje zou moeten geven, de publieke ruimte begint vorm te geven. En toen duidde je al heel even aan, ja, misschien moet je ook wel naar neutrale, betrouwbare informatiekanalen toe. Bijvoorbeeld vanuit overheden of vanuit universiteiten. En dat er dan in de rest... Daar moet ook moderatie plaatsvinden wat jou betreft. Ja. Je zag het in de oorlog in Oekraïne. Dat het eerste, dat was echt heel interessant om te kijken. Wat was er dan nodig om iedereen te kunnen bereiken? Was toch een betrouwd... Dus er was een overheidsapp, zeg maar, dat we met DigiD inloggen. En dat daar dan de informatie te vinden is die gevet is. En waar de echte instructie is. In plaats van dat je via Facebook met allemaal misinformatie moet gaan figuren. 1. Wat is de oorlogssituatie? 2. Dus ik zie nu een discussie van moeten de overheden, hoeveel websites hebben ze niet, moeten ze wel of niet op Facebook, moeten ze wel of niet op TikTok? Nou, ik geloof dat de meeste overheidsinstanties nu hebben gezegd, we gaan niet op TikTok, behalve... dat onze IVD daar kijkt wat er gebeurt. Dat is een andere reden om gewoon om er te zijn. Maar het is toch raar
dat je als overheid op een publiek medium, waar je van alles van kan vinden, dat dat de officiële kanalen zijn. En waar je ja, dan misschien ook weinig controle op hebt, over hebt als het erop aankomt. Ja. Ik zeg niet dat je daar niet allerlei, misschien is het prima, maar waarom alleen dat? Nou, aanvullend, hè? Dus aanvullend, precies. Als ik zit dan sinds kort op Twitter, ook omdat ik, je krijgt best wel veel informatie, je ontmoet ook leuke mensen op Twitter, dus het is echt zo'n leuk dorpsplein. Maar daar staan ook regelmatig tweets dan van inderdaad Rutte of van andere politieke figuren. Als dat een manier is voor hen om in contact te treden, dan vind ik op zich niet zo heel veel mis mee. Maar inderdaad, als dat de manier is waarop de overheid met zijn burgers communiceert. Dat het enige kanaal is. Precies. Ik vind dat we moeten zorgen dat we onze eigen, en die je ook kan opschalen als het een keertje misgaat. Zo is het. Ja. En dat kan je altijd beter, je kan het dak beter repareren als het niet regent. Ja, ik denk dat we dat in vredestijd moeten doen om dat soort dingen beter op te schalen. Zodat we ja, onze bevolking ook kunnen bereiken als het erop aankomt. Ja, Radio Oranje, maar dan, maar dan digitaal misschien. Ja, je hebt niet zomaar je eigen social network opgezet. Hè? Dat zijn dingen die... Je kan klagen over wat er aangeboden wordt. Je kan ook zeggen, nou, misschien moeten we zelf eens wat maken. En niet gelijk om dat weg te doen, helemaal niet. Laat het lekker bestaan. Dat niet eigenlijk de functie van de NPO? Dit was ooit de functie van de publieke omroep. Ja. De naam zegt het al een beetje. Het zegt het al een beetje, ja. Maar dat is het tv-kanaal. Heel geprivatiseerd geraakt. Door al die omroepjes die daar een eigen geluid... Het is ook steeds meer gepolariseerd geraakt natuurlijk. Maar ook een NOS is inmiddels behoorlijk politiek geprofileerd geraakt, zou je kunnen zeggen. En dus die NPO vervult eigenlijk die functie bijna niet meer. Het is wel nog de functie van gedeelde publieke ruimte. Als je kan zeggen, oh, dan is het fout en dan moet het weg. En ik denk dat je misschien wat meer geld moet geven, zodat ze hun rollen beter kunnen pakken. En ik ben helemaal niet voor om dat af te schaffen. Want zonder dat is het wel... ieder voor zich, hè? En dus ik zit daar echt anders in. Ik denk het afbreken van de traditionele media. Ik heb niet gezegd dat ik vind dat ik. Dat hoorde ik ook helemaal niet. Maar ja, okay. je hoort wel zo. Gelukkig kunnen we daar nog kritiek op leveren. Gelukkig worden ze accountable gehouden voor wat ze doen. Ja. En is er nog iemand aanspreekbaar of van je doet het niet goed? Ik zeg niet dat ze... misschien doen ze dingen fout, maar dan valt er nog een discussie over te voeren of iets aan te veranderen. Je hebt het in ieder geval over hetzelfde. Hè? Je hebt het over hetzelfde. Nou, precies. Terwijl, ja, wat is Twitter? Hè? X. Iedereen spreekt zelfs Musk of aan... Van joh, je doet het niet goed. Maar ze hadden echt een goede set of moderators. En die werden allemaal ontslagen. Nou, dit is een. Jij vindt dan blijkbaar nog je mensen. Maar voor hetzelfde geld zit je in COVID. Heb je niet veel mensen om. Raak je in allerlei geitenpaardjes in de trollenbeweging. Voor je het weten, hè, krijg je maar heel eenzijdige informatie. Nou, ik vind dat wel. Ik vind er een enorm verschil tussen. Tussen Facebook, Twitter, dat soort dingen. Ja? En de publieke omroep. Dus de publieke omroep in Duitsland ook. Je hebt in Duitsland het eerste en het tweede Deutsche Fernsehen. Hè? Dus je hebt daar twee. En dus heel vaak de discussie. Ja, met de Olympische Spelen heb je vaak de ene dag is het ARD en de andere dag is het ZDF. En die mensen worden helemaal gek van. Zeggen, doe gewoon één kanaal. Nee, we hebben juist twee kanalen. Dat als het ene wordt overgenomen. Dus dat is organisatorisch ook behoorlijk gescheiden. Dat is ook wel een probleem bij onze NPO. Hij is heel pluriform. Maar ook weer niet. Hè? Omdat het één. Ja. Dus eigenlijk wat je wil is dat er twee organisaties zijn. Die ook op. Zoals je vroeger had je NRC en Volkskrant. Hè? Dat waren de betrouwbare kwaliteitskranten. Nou, ik hoop dat we die nog steeds hebben, toch? We hebben twee kranten, of in ieder geval ze bestaan nog. En dus daar is die pluriformiteit. En tegelijkertijd ook dat het publiek gefinancierd wordt. Dat heeft een enorme meerwaarde. Ik zeg, je hebt het over hetzelfde, maar er is ook een soort pluriformiteit. Dat het kan elkaar nog beconcurreren of tegenspreken. Nou, daar ben ik het Maar mee. Dat vind ik wel iets anders dan Twitter, hoor. Want Twitter is een... Als je zo'n soort marktplaats publiek wil inrichten... Ja, richt hem dan publiek in. Hè? Maar nu is het een... Ja, het maakt deel uit van de openbare ruimte. Wij zijn gebruikers. Het is in feite publieke infrastructuur inmiddels. Social media,
Maar ook WhatsApp, Signal is communicatiekanalen die normaal bij de telecombedrijven zaten. Hè, waar toezicht op is, regulering, hoe ze voor de beveiliging moeten zorgen. En waarom zijn we allemaal zo? Ik ga nu toch hebben een beetje, dat is wel leuk, een beetje een discussie. Maar ja? Waarom is iedereen WhatsApp gaan gebruiken? Je kan toch ook sms'en? Dat is puur omdat het iets gemakkelijker is dan een sms'je. Ja, maar ja, en die sms die viel nog onder allerlei regelgeving. Ja. Van, daar kun jij meer over vertellen. Ah, ze gaan nu dit soort over de top communicatie ook reguleren in Europa. Maar, ja, maar waarom zijn we hebben daar als gebruiker toch ook wel een verantwoordelijkheid in? Dat je niet bij een privéorganisatie al je privéberichten en de naaktfoto's van je kinderen stuurt, dan ben je toch ook, dan moeten mensen ook in opvoeden. Dat je dat soort gekke dingen gewoon niet doet. Ja, maar als jij een gratis, perfecte, leuke dienst waarmee je groepjes kan maken, waarin je, er zitten zoveel leuke elementen aan. Ja, maar aan, dat is toch geen argument dat het leuk is? Nou, dat is wel de realiteit van de maatschappij. En dan moet de wetgever zeggen van nou, dat vinden we niet goed om die en die reden of wat dan ook. Maar de bottom line is, als je dit soort technieken beschikbaar maakt en dan ook nog gratis. Hmm. Dat mensen dat gaan gebruiken. Ja, ik heb daar ook helemaal geen oordeel over. Maar het is dan aan de politiek om te zeggen, hoe wenselijk is dit? Hmm. Is het wenselijk dat al die data van TikTok, van al die Nederlanders die daarop zitten, en vooral van onze kinderen, allemaal naar China gaat? Nou, daar heb ik wel een idee over wat ik daarvan vind. Nou, in Duitsland mag het niet. Hè? In Duitsland mag je als basisschool, of misschien is het inmiddels ook alweer veranderd, maar een jaar of 10 geleden, mocht je niet van ouders bijvoorbeeld verwachten dat ze dan via WhatsApp communiceren met de school. Ja. Want dat was geen officieel communicatiekanaal. Nou, daar hebben ze ook wel nu staat geprobeerd. Er gewoon bij wie er is een buurtwacht. En als je of bij de gemeente dingen, ons kanaal is WhatsApp. Ik bedoel, dat is een buitenlandkanaal. En dan wordt er, onze overheid zegt van joh, ons officiële kanaal is WhatsApp. Ja, ik vind dat fascinerend. Ja. Als je zou zeggen, ons kanaal is KPN, dan zou je de hele wereld zeggen van je kan niet zomaar KPN. Dan moet je. Maar hier is het. Het is een. Dat bedoel ik met. De issues zijn eigenlijk hetzelfde als vroeger, weet je wel. Je mocht niet zeggen, nou, je mag alleen met KPN bellen. Want dat. Hè? En nu doen ze zo en dan denkt niemand meer na. Maar jij zegt net, van dat is nu helemaal de realiteit. Als ik toch even steun ben. Je moet dan kijken, oké, en wat vinden we daarvan? En hoe reguleren we dat dan? Want dat is de taak van de overheid. Is iets nieuws, dat valt dan niet onder wetgeving. Dan moet je weer opnieuw denken. Wat vinden we dan dat er een kanaal is? Maar we, vinden we eigenlijk dat we dan onze eigen kanaal hier in Nederland moeten hebben? Iedereen vocht over de telecombedrijven in zijn land. Dan wilde je toch eigen nationale telecom operator hebben. Mm. Want anders werd je er afhankelijk van. En we verschuiven in ene naar de WhatsApp en niemand stelt een vraag. Dan zeg ik, goh, dat vonden we zo belangrijk in de oude wereld. Nu is dit nieuw. Hoe belangrijk is het dan? Laten we het er eens over hebben. Dat is de bijdrage die ik dan probeer te leveren. En ben ik er tegen? Nee, maar zullen we het er even over hebben hoe we dat dan reguleren? Of als we vinden dat dat toch problematisch is dat iedereen op TikTok zit, zullen we dan een eigen kanaal maken? Of zullen we tegen TikTok zeggen, je bent hier niet welkom tenzij je een Europese setup doet waar de data hier in Europa blijft? Ook een optie. Oké, okay. Nou, volgens mij is het helder dat we, dat we iets anders naar kijken. Maar ik vind het interessant om je perspectief te horen. En het lijkt me ook een, inderdaad, als het eenmaal zover is zoals het nu is, is dit de enige mogelijke weg. Dat ben ik natuurlijk helemaal mee eens. Dat we daarin verzeild zijn geraakt door allemaal maar aan Facebook die data te geven. Dat is, kijk, daar kan je wat van vinden. Maar de eerste auto's waren ook erg vies en hadden geen goede remmen. Hè? En toch ging iedereen om voor haar grappig en ging ze races houden en wat dan. Maar dat is wel, hè, als je die lijn. Dus om even toch mijn. We hoeven het niet uit te discussiëren, maar ik wil dat toch wel even gezegd hebben. Dat als je inderdaad, we hadden het net over manipulatie, hè, al die data en wat je dan bijvoorbeeld met een psychologisch programma en een stem van hoe je kunt laten beïnvloeden. Er is ook nog wel zoiets als menselijke autonomie die je kunt versterken door inderdaad kritisch denkvermogen aan te leren. Door te zorgen dat mensen kunnen lezen. Doordat mensen leren onderscheid maken tussen verschillende bronnen. Ja. En dan niet door zo'n lullig opdrachtje wat je op school dan vaak ziet van, goh, is dit een betrouwbare bron? Nou, nee, maar door je ook inhoudelijk te leren hoe je kennis opneemt. Ja. En hoe je leert scheiden tussen betrouwbare en niet betrouwbare informatie. Zelfs als we een perfecte job doen met het reguleren van de content, zal dat moeten. De nieuwe wereld vraagt dat je dat. Precies. Maar mijn echte punt is,
als je het alleen daarvan moet hebben. Nee, daar ben ik ook met je eens. En dat is mijn punt. Ja. En dus dat is allemaal. Dat moet. Tuurlijk hebben mensen een verantwoordelijkheid. Maar als je dat allemaal bij de burger legt met deze problematiek. Dan leg je de aardappel echt in het verkeerde mandje. En dat vind ik ook met die cookie-toestemmingen. Je kan niet van burgers verwachten dat ze daar. Dat moet gewoon beter ingericht worden. En niet dat het de last resort de burger is. En dat vind ik met cyber ook. Als mijn moeder van 80 een laptop koopt en dan allemaal beslissingen moet gaan nemen over. Moet er antivirus, welke beveiliging? Nou echt, ze heeft geen idee. Ze kan dat ook niet. Ik kan dat ook niet. Je kan het verschil niet zien. Wij kunnen allebei niet een laptop kopen. Je hebt één zo'n merk dat inderdaad alles met hard switches heeft. En dan moet je eigenlijk Linux leren. En dan moet je allerlei alternatieven. Ik heb op mijn telefoon een F-Droid. Dus dan heb je allemaal open source apps. Voor heel veel dingen heb je toch gewoon echt, hoe noem je dat? De Google Play of de Apple Store, wat het dan ook is. Maar mijn punt, Het is niet te doen. Als ik een auto koop, er echt van te onttrekken. Ja, maar als ik een auto koop, dan zit er zo'n manual bij met hoe alles goed beveiligd is voor mij. En als er iets misgaat, kijk ik in die manual wat ik moet doen of hoe erg het is. Maar dat is eigenlijk allemaal. Daar hebben we nu decades van regulering gehad. Hoe je dat inherent beveiligt. Er zitten goede remmen op. Daar hoef ik niet naar te kijken of de remmen oké zijn als ik een auto koop. Die zijn van een bepaald niveau. Misschien sommige nog beter. Maar het is minimum van een. Hè? Maar in de nieuwe digitale wereld moet ik daar allemaal zelf besluiten over nemen. Nou, ik zou je zeggen, dat gaat eraf. Dat weet ik zeker. Onze maatschappij is op basis van consumentenbescherming. Dus dadelijk is het zo dat als ik een laptop koopt, dat er bepaalde beveiligingen goed ingeregeld zijn. En ik zie dat nu ook wel komen. Dat vind ik ook fantastisch. KPN heeft nu ook een soort aanbod, weet je wel, waar voor bedrijven, kleine bedrijven, dat je dan moet je wel nog een switchje aanzetten. Maar dan heb je eigenlijk standaard gewoon een VPN, waardoor je veel minder last van spam hebt. En al, weet je, dat je eigenlijk al je kanaal beveiligd is. Nou, dat is dan voor hun iets nieuws. En ik denk, waarom niet eerder? Dit is waar het naartoe moet. Je kan niet van een klein bedrijf verwachten dat ze dat allemaal gaan inventariseren en dat zij begrijpen hoe dat moet. Nou, is het wel zo dat omdat we het zo eens zijn, zoek ik soms een beetje de polemiek. Ja, heel goed. Leuk. Geeft ook iets meer relief aan de uitspraken die je doet. Maar als ik auto leer rijden, ik heb onlangs ook wel een tijd geleden, maar mijn motorrijden is nog eerst gehaald. En dan moet je wel die theorie alles en zo. Weer opnieuw. Ja, daar hoort ook gewoon bij. Voor elke rit, controleer of je remmen het doen. Controleer of je remlichten doet. Ja. Controleer. Dus het is wel, als je een beetje mensen ook tot mondigheid opleidt. Dan kunnen ze ook makkelijker van een wetgever gaan eisen. Dat bijvoorbeeld inderdaad, als ik een laptop koop, waarom moet ik daar zelf McAfee en een firewall en waarom moet ik een VPN als ik niet constant overal getrackt wil worden? Maar dat soort, als een politieke partij dat als een belangrijk punt zou inbrengen en niemand zou weten wat dat allemaal betekent, dan stemt ook niemand daarop bij wijze van. Je moet allemaal aan educatie, maar ik heb er geloof ik echt volgens mij. Toen Facebook er net was, is er moet gewoon een veilig internetverkeersdiploma komen. Ja. Ik zweer je, het is 20 jaar geleden. En ik heb het. Moeten mensen zelf. Ik zeg, we leren ze toch autorijden, we leren ze fietsen, we leren ze hoe ze het verkeer moeten doen. Nou, ik zeg je, dat is ook nodig. Hoe kom ik veilig met al die apps en dingen? Ik denk dat gewoon basisonderwijs moet zijn. Dus ik denk dat we het heel erg eens zijn. Ja, ik spreek tegen het koor. Alleen het koor heeft inmiddels alle ervaring van dit gaat niet werken. Dus je moet het toch echt gewoon reguleren als je dit wil doen. Is dat wat je zegt? Ja, en dat hebben we met de auto's gedaan. Daar zit heel veel veiligheid in de auto zelf. We hebben verplichte veiligheidsriemen, verplichte airbags. We hebben eisen aan de uitstoot, eisen aan de. We hebben speciale, we hebben vangrails, we hebben verkeersregels. Nou, ik zeg je, dat moet allemaal nog ontwikkeld worden voor AI. En we staan daar echt helemaal aan het begin. En natuurlijk moeten de burgers daarmee omgaan. En ik moet zeggen, dat vind ik wel zo grappig. Ik geef dan les en heb die studenten. En dan vraag ik altijd, al 20 jaar, ik overdrijf, 15 jaar. Wie heeft zijn
privacy-instellingen op LinkedIn, Facebook en weet ik wat ingesteld. Nou, de eerste jaren was het nou 2%, 3%, 3 van 100, weet je. En nu 95 van de 100. Ja. En dan zijn er, en dan zeg ik, wie zit er op Facebook? En dan is er altijd zo 10 die van de 100 die helemaal nergens op zitten uit bezwaren tegen, gewoon principe besluiten. Die leven gewoon. Ja, die willen gewoon daar niet mee. Ja, die willen gewoon daar niet mee. Maar de rest doet het echt. Als ik een groep van mijn leeftijd vraag, vind je privacy belangrijk? Zeg, zo is heel belangrijk en dit en dat. En dan zegt, wie heeft zijn instellingen gedaan? En dan heb je misschien 40%. Ja. Dus de oude generatie vindt het heel belangrijk en doet niks. De jongere generatie vindt het misschien, heeft niet door dat het over privacy gaat, maar weet heel goed hoe ze online zich bewegen. Maar ik vind dat ze dat elkaar allemaal wijs maken en dat veel meer onderdeel ook van het onderwijs moet zijn enzovoort. Ja. Ja, ze weten heel goed, hè, die jongeren. Ze doen Facebook, zetten ze de vakantiekiekjes, ik noem maar wat. Dan hebben ze Instagram waar het snel verdwijnt met een groep waar ze dingen die ze lachen, maar dan ook weer weg is. En dan hebben ze hun WhatsApp-groepjes waar ze heel close met een klein groepje bepaalde dingen delen die heel vertrouwelijk zijn. Dus ze hebben toch wel door. Zij communiceren veel gedifferentieerder dan mensen van mijn leeftijd. Ja, hoewel natuurlijk nog steeds gebruik maakt van al die grote techbedrijven. Maar ja. Nou ja, er zijn mensen zoals jij die achter die reguleringen aan zitten, gelukkig. Ja, ik denk dat dat nog beter kan, ja. Als ik het zo zeg. Ja. Ja. Even kijken. We hebben een uur en 5 minuten gepraat. Zullen we toch eens, misschien als af, we kunnen het nog even over Twitter hebben, hè, bijvoorbeeld. Hè, want daar staat ook nog wel een meningsverschilletje wat je interessant vond om te bespreken. We kunnen ook gewoon naar een afronding toe, zeg maar. Is het leuk om het daar nog kort over te hebben? Of gaan we... Nou, ik vind dat we een heel mooi gesprek hebben gehad. Ik zie wel waar ik de laatste tijd wel ook weer veranderd ben van inzicht, hè? Want je groeit natuurlijk, je ontwikkelt ook je gedachten goed. Mm. Ik dacht van, nou, we moeten zorgen dat onze data minder bij die grote bedrijven komt. Dus dan kijk je naar de bron, hè, van hoeveel data mogen. Zij moeten gereguleerd worden en misschien ook wel opgebroken. Die monopolieposities, we worden te afhankelijk. Met AI zie je nu, doordat ze heel veel geld hebben, heel veel data hebben, ook weer voorop lopen in die AI-ontwikkelingen, waardoor ze nog machtiger worden. Maar langzamerhand zie ik de gevaren vanuit China, vanuit Rusland, vanuit allerlei criminele groepen die maar ransomware aanvallen doen. Die, nou ja, weet je, dat is, hoe meer ik van onze cyberbeveiliging zie, hoe meer zorgen je daar dan over maakt. En dat je ook wel denkt, jeetje, we hebben die grote bedrijven nou. Ze zijn heel dominant, maar dat maakt ook wel dat je bijvoorbeeld, door met hun allemaal te zeggen, je moet je security beter doen, dat je ook wel enorme slag kan slaan om bepaalde beveiligingen ook beter te krijgen. Hè, bijvoorbeeld, één voorbeeld, maar als je 10 kleine bedrijven in Nederland vraagt, heb je, die allemaal Microsoft gebruiken, hebben je nou backups? Hè, want als je een ransomware en al je data bevroren is en je systeem en je kan niet werken, dan moet je een backup hebben met die data om weer aan de gang te komen. Mm-hmm. En dan denken ze allemaal van, nou, we zitten toch bij Microsoft. Tuurlijk hebben die een backup. Die hebben ook backups als dienst. Maar dan moet je eerst nog weer een extra dienst afnemen. En zij denken, ik heb die dienst. En daarvan vind ik nu dat we het gesprek met z'n allen aan moeten gaan. Zullen we ophouden met security als extra dienst te verlenen? Maar hoort dat niet gewoon bij de dienst? En misschien moeten we dan allemaal iets meer betalen, maar dan is het basisbeveiligingsniveau van al die MKB die geen idee hebben. Ik kan geen idee hebben. Die hebben gewoon een IT-provider en daar houdt het op. Ja, omdat ik ook een keer een voorbeeld zag van iemand die dan, die hadden dan een, het is een beetje, het kan zijn dat dit kapot gefactcheckt kan worden, maar ik vond het was wel een redelijk reputabele bron volgens mij. Maar als gedachte-experiment is die interessant. Dus het was een echtpaar, die hadden een foto gemaakt van het kruis van hun zoontje, want die had wat van een uitslag en dat moest dan naar de dokter. Google, ze hadden alles bij Google, dus voor zijn bedrijf, voor privé, hun foto's, alles. Google, die zag dat zij kinderporno verstuurden, alles werd geblokkeerd. Nou, uiteindelijk
Hè, ja. Uiteindelijk werden ze dan niet, hè, want het werd ook naar de politie doorgestuurd en dergelijke. Hè. Uiteindelijk kreeg die man niet toegang meer tot zijn data. Hè. Dus al die foto's en al die. Dus ik denk dat het de meest veilige manier is gewoon ook om een hardcopy, gewoon een backup te maken van essentiële data voor je bedrijf. Gewoon één keer per week. Nee, maar daar is iedereen het over eens. Alleen. Dat is een dienst van dit soort grote bedrijven, maar daar moet je wel extra voor betalen. En ik denk langzamerhand. Ja, zij moeten dat. Nee, goed, nou, dat ik geef gewoon één voorbeeld, maar ik denk dat we het gesprek moeten aangaan. Ik zie wel dat die grote techbedrijven steeds meer zeggen: oké, niet alle data gaat standaard naar Amerika toe. Hè? Maar die wordt hier opgeslagen op servers hier, waar het servicepersoneel ook hier is. Dat noemen ze dan. Digital sovereignty voor data in Europa. Nou, dat is een hele goede ontwikkeling. Waarom zou al onze data van al onze burgers en bedrijven in Amerika staan? Ja, dadelijk hebben we Trump en dan knipt hij de kabel door. Ja, je maakt jezelf natuurlijk wel erg afhankelijk. Nou, voor een tientje per maand kun je gewoon naar een e-mailserver waar de servers in Noorwegen staan. Die veel strengere privacywetgeving hebben dan Amerika, om het te noemen. Hè? Dus dat is ook wel. Nee, dus dat zijn allemaal keuzes, maar die. Maar mijn belangrijkste op het gebied van cyber is dat we misschien ook wel de schaal van deze bedrijven moeten leveragen om te zeggen, oké, neem nou je verantwoordelijkheid op het gebied van cyber. Ja. Maar ook bijvoorbeeld over laten we die toestemmingen dan eruit zien. Of zullen we met dit en dit ophouden. En dat zie ik dat die partijen daar eigenlijk best wel. Zeg je verkeerde mensen, hè? Ik werk ermee en dan zie je ook dat je nik is dat hoor, echt. Maar ze zijn natuurlijk heel groot. Maar dat is dan X. En jij hebt het voormalige Twitter. Hmm. Ja, hoe Musk daar nu mee omgaat. En die zijn niet meer op een verantwoorde manier bezig. Als je je hele moderation of afdeling ongeveer afschaft. Kijk, dan kom je echt in een andere ballgame. Hmm. Ik vind niet dat zij zich op dit moment als een verantwoorde burger gedragen. En dan heb ik het niet dat ze moeten luisteren naar de overheid, maar wel je verantwoordelijkheid nemen. Dat als je zoveel informatie de wereld instuurt, die voor iedereen, hè, wat dan de publieke debatplaats is. Ja, als dat riddled is met misinformatie, met trollen, met dit en dat. En ook niet meer dat je kan zien, is dit nou inderdaad Mark Rutte of wat dan ook. Ja, dan denk ik. Is dat aangetoond? Want je leest dat heel veel in de media. Er is zoveel racisme en er is zoveel dit. Ik heb het idee dat die. Maar het is ook maar een idee, hè? Dus ik breng het voorzichtig in. Ik heb het idee dat die Musk eigenlijk een andere koers vaart. Dus die probeert door middel van community notes. Hè, probeert hij eigenlijk dat het zelf gereguleerd wordt. Als een soort Wikipedia. Hè, dat niet vanuit moderators dit kan wel, dit kan niet. Maar dat hij zegt, oké, het is een open marktplaats. Maar je kan er kan wel een community note bij komen. Ja. Ik vind dat qua. Weer vanuit het idee van zelfredzaamheid, maar ook het idee van oké, het is een open marktplaats, laat het dan maar open zijn. Want op YouTube en op LinkedIn, er zijn zoveel dingen op LinkedIn. Ik heb ook posts op LinkedIn die weggehaald zijn, omdat er dan iets, omdat je ergens een vraag bij stelt of omdat je denkt, waarom is dat nou, waarom wordt dat nou weggehaald? Waar de Digital Services Act dan op ziet, is dat jij dan een bericht daarvan krijgt. Dus zij mogen een moderation policy hebben. Ja, dat was voor die tijd trouwens. Hè? Maar ja? Voor de dieren. Nee, ja. Oké. Maar het is een valide punt. Hè? Dus is ook vrijheid van meningsuiting. Dus je kan ook niet als wetgever zeggen, je mag dit wel en dit niet. Dus ze moeten hun eigen charter maken van net als een NRC een redactiestatuut heeft. Heb je dan je eigen statuut, hè, bij LinkedIn. En dan. Als zij dan zeggen, nou, dat valt daar buiten, omdat we aantoonbaar onwaar, provocerend in de zin van, of weet ik veel, aandragend, ik noem maar wat. Hè. Nou, dan moeten ze dat tegen jou zeggen nu, hè, van joh, jouw post gaat eraf, want 1, 2, 3. En dan moet jij de mogelijkheid kunnen hebben om daarvan te zeggen, nou, dat ben ik niet met je eens. Dan moeten ze daar een antwoord op geven via een interne klachtenprocedure. En als je het daar niet mee eens bent, kan je naar de rechter. Ja. Dat is, en want dan zegt die rechter, nou, dit waren de regels, dit is wat ze gedaan hebben, wel of niet mee eens. Net als nu met de publicaties in het NRC gebeurt. Hè? Waar, niet waar, onnodig grievend, hè? Dat soort termen krijg je dan. Ja. Nou, dus ik vind dat op dit moment begint dat nu
op een goede manier gereguleerd te worden, met in feite zelfregulering. Nou, ik kan me voorstellen dat op Twitter bepaalde communities zijn die hun eigen house rules hebben met hun eigen moderatie. En ik zeg niet net als Wikipedia dat heeft, dat kan heel goed werken. Ja, overigens wat dat wel veronderstelt is dat die anonimiteit eraf gaat. Ja, dus dat je moet weten of iets een AI gegenereerde boodschap is of niet. En het moet inderdaad geverifieerd zijn. Maar, dat het een echt mens is die je ook kan aanklagen. Dan dus, is het probleem ook weg. Ja, nou dus. Kan je zeggen, oké, Twitter zit in een overgangsfase waarin ze dat nog goed moeten krijgen. Mm-hmm. Maar ik denk dat vriend en vijand erover eens zijn dat wat er nu te zien is op Twitter, dat niet meer te doen is op dit moment. Ja, het was beter wel, met de moderatie. Misschien gaan ze naar een ander systeem. Ik merk geen verschil, weet je dat? Tussen voor mask en na mask. Ja, er komt af en toe iets geks voorbij. Hè? Nou ja, dit noem ik dan N is 1. Dat onderzoeksgroep is 1, okay. Dat ben jij. Maar ik vroeg je ook, hè, is het aangetoond? En nee, ik denk dat het andere is aangetoond. Ja, ja precies. Ja. Ik ben wel benieuwd. Misschien dat in de commentaren mensen... We zullen het doen. Dus als er inderdaad een gedegen onderzoek ligt naar de hoeveelheid onwaarheden, dan wel hatelijkheden op Twitter. Ik ben daar heel erg in geïnteresseerd. Dus misschien is dat een leuke oproep. Ik wil nog één ding aan bod laten komen. Ja. Lokke, je hebt... Ik heb de materialen die je gebruikt voor jouw gesprekken bij FSN. FSN, Filosofische School Nederland. Ja. Ondernemers, mensen uit hogere bestuurslagen. Ja. Intelligente mensen die zich willen verdiepen, willen nadenken over de wereld. He, jij bent een van de sprekers die daar komt. Ik had Sybe Schaap al gesproken. Ik ga nog een heleboel interessante mensen spreken. Oké, leuk. En in jouw materialen kwam ik tegen dat je zei... Je moet naar ethische ontwikkeling van AI... AI benuttende structuren toe. En je had daar een aantal, je noemde daar een aantal principes waar die zich aan zouden moeten houden, wat jou betreft. En jij adviseert dus ook die bedrijven om het op die manier te doen. Dat vond ik toch wel mooi. Hè? Dus het moet altijd achterhaalbaar zijn waar iets voor gemaakt wordt. Hè? En daarbij moet de mens moet altijd als doel en nooit als doel op zich en nooit als middel tot gebruikt worden. Ja, precies. Nou, dat is natuurlijk een Kantiaanse principe. Hè? Maar het is heel waar. Kijk. De mens moet uiteindelijk altijd centraal staan. Dus als jij een innovatie doet, dan moet die ook de mens dienen. Hè? Dus positieve bijdrage leveren aan mijn leven, maar ook aan de maatschappij als geheel. Hmm. En als je technologie inzet alleen maar voor een bedrijf, en alleen het bedrijf daar benefit van heeft. Nou, laten we maar even het simpele voorbeeld doen van een bank die een analyse doet of een algoritme heeft om te kijken of jij gaat scheiden. En op basis daarvan, van die data, dan besluit wel of niet een lening. Mm-hmm. Wiens voordeel is dat nou? Nou, dat is de enige benefit is voor de bank. Minder risico op niet terugbetalen. Wat is het voordeel voor dat individu? Ja, en ethiek is ook dat je de voordelen en de nadelen van nieuwe technologie of wat er dan ook gebeurt, eerlijk verdeelt. Nou, hier zijn de voordelen. Zijn bij de bank en de nadelen zijn allemaal bij het individu. Dan weet je gewoon op basis van ethische principes dat niet gaat vliegen en dat iedereen daar boos over wordt. Dus als je dat eenmaal begrijpt, dan zie je ook hoe je dat dan wel kan inrichten op een manier. Dat wil niet zeggen dat algoritme niet relevant is, maar dan zou je het op een andere manier kunnen toepassen. En daar zie ik nog heel veel weinig... gebrek aan fantasie. Bijvoorbeeld, je zou ook kunnen zeggen, laten we die bank nemen. Hè? Mm-hmm. Dat je zegt, oké, ik kan op basis van heel veel data voorspellen of jij in de betaalproblemen gaat komen. Kan ik doen, kan ik niet doen? Wil je dat ik daar een score voor geef, dat je score omhoog gaat, in de gevarenzone komt? Mm-hmm. Dat is dan een combinatie van... He, mensen gaan dan vaak later hun rekeningen betalen. Dat stellen ze dan uit. Heel veel verschillende... Maar ook misschien dat je gaat scheiden. Maar dat je gewoon zegt... Nou, en in plaats van dat die score komt bij de bank... gaat hij naar het individu op zijn app. En dan geef je hem haar een uur gratis toegang tot een adviseur... die eens met je samen naar je financiën kijkt. Zelfde technologie... Hmm. Maar ingezet, menscentraal. Ja. En je zal zien dat heel veel mensen dat heel fijn vinden. En dan ook zeggen, nou, weet je, dus de schuldhulpverlening, goed, maar dan leg je
de bal bij het individu om te kijken of hij daar wat mee gaat doen. In plaats van dat je hem afstraft op basis van data die niet over met een besluit. Dus hetzelfde algoritme, totaal anders toegepast. Nou, laten we naar de toeslagenaffaire kijken. Totaal gebrek aan fantasie, in mijn ogen, van de overheid. Natuurlijk is het relevant of interessant om te kijken. Nou, wat zijn dan de factoren wanneer mensen frauderen? Of wat zijn dan red flags? Maar wat ik dan weer fascinerend vind, ja, als je wat van algoritmes weet, dan zie je dat hoe meer data van een bepaalde bevolkingsgroep van fraudegevallen, want dat is waar ze naar kijken. Als je altijd onderzocht hebt bij de minderheden, dan meer minderhedendata. En dan de witte Nederlander, die als daar eens een keer een fraude was, dat verdwijnt dan een beetje in het, dat wordt ruis in het algoritme. Dus voor je het weet krijg je een bias en is de uitkomst, nou, de eerste top 10 zijn allemaal mensen van de minderheidsachtergrond. Misschien moet je het zo doen dat je het algoritme draait op minderheden, dan apart voor witte Nederland, of misschien zelfs verschillende bevolkingsgroepen. Dan krijg je een heel ander profiel waarschijnlijk van de witte Nederlander, de mag je niet meer zeggen, maar de autochtoon, die kan misschien wel eens een ander profiel hebben. Neem dan van allemaal de top 5, ik noem wel top 10, maar stop er ook 20% mensen in waarvan je zeker weet dat ze, bij wijze van spreken, buiten alle fraudegevallen vallen. Als dan een inspecteur gaat kijken en je gooit dat allemaal bij elkaar, staat hij toch op een hele andere manier op de stoep. Want het kan ook 20% zijn waar helemaal niks aan de hand is. Heel andere manier van, dan ga je openen vragen zeggen van oké, hoe zit dat dan bij u? Begrijp je wat ik bedoel? En die manier van kijken naar hoe maak je het, ja, minder. Ja, een van de dingen die jij noemde, ja? Die je heel erg bij aansluit, die ik ook wel, wat ik ook echt wel een mooie gedachte gaan vinden, is inderdaad het continu monitoren van input en output. Dus inderdaad, het zou best kunnen zijn dat omdat nu heel veel allochtonen Nederlands of Nederlands met allochtone afkomst gewoon in de onderklasse zitten, dat op dit moment bij fraudeurs inderdaad 70% een donker tintje heeft. Dat zou op dit moment waar kunnen zijn. Maar ongetwijfeld, als die naarmate die derde, vierde, vijfde generatie zal dat afnemen, want die krijgen meer kansen als ons onderwijssysteem functioneert. Ja, dan verschuift die verhouding. Maar dat kan ook op allerlei andere manieren die we nu niet kunnen bedenken. Nee, dat is die algoritmes. Letterlijk een zwart-wit voorbeeld. Maar allemaal geüpdate worden continu, maar onderschat niet. Dan ga je ook niet hoe van het verleden naar de toekomst. Sterk de onderliggende discriminatie is. Als de politie etnisch profileert en alsmaar mensen van de minderheidsachtergrond staande houdt, zullen ze daar meer vinden? Zullen er meer veroordelingen zijn? En als je die data zo één op één in een algoritme stopt, dan blijkt ook in Amerika, want daar is het allemaal al misgegaan. Dan gingen ze voorspellen, wie heeft er meer kans op parole weg te lopen of weer een crime te doen. Nou, de grootste witte slechterd, die no chance. En iemand die voor een parkeerboete, ik overdrijf ten hele male, in de gevangenis zat, die mocht er niet uit, want de voorspelling was dat hij, weet ik wat, vermoorden zou begaan. Hè? Dus de data die je gebruikt. Nou, dan komen we bij het tweede punt van wat jij noemt als richtlijn. Dus de eerste richtlijn is dat de mens moet centraal zijn. De tweede is je moet kunnen uitleggen wat het algoritme doet. Nou ja, en, en er is altijd juridische verantwoordelijkheid bij een mens, dan wel een organisatie, voor wat. Dus inderdaad, als een algoritme zegt, nou nee, die witte seriemoordenaar, die kan gewoon een parole, want die doet niks en die legt vervolgens 5 mensen, maakt die ongelukkig. Ja, plus maar dat je vraagt weer te veel van de mens. En zeker van jongeren, er is een ongelofelijke automation bias. Dus als er zoiets uit het algoritme komt, ik noem maar wat dat voorbeeld van de moedervlek of het kankergezwel, hè, een analyse. Nou, de topdokter die zal dat nog challengen. Maar een jongere specialist, terwijl dat algoritme, weet ik veel, 90% accuracy heeft. Dan moet je, als je het dan niet doet, moet je het wel heel goed uitleggen. En het is veel lastiger om daar tegen in te gaan dan te denken, ja, het algoritme heeft het gezegd. Dus als we het daarvoor moeten hebben van de mens die het algoritme checkt, zijn we helemaal fout. Dat gaat niet werken. Dat is wat we nu zien in de praktijk. Waar het op aankomt is dat je zorgt dat je de juiste data hebt. Dus, en mijn ervaring is dat alles waar je gewoon de bak data neemt zoals die nu is, enorme bias in zit. Of dat nou bij recruitment is of bij, daar zit gewoon, dat is de mens. Dus de mens heeft bias op dit moment. De politie houdt meer minderheden staande. Als je die data erin stopt, krijg je
rubbish in, rubbish out. Het versterkt het zelfs. Mm-hmm. Dus je zal veel beter, en mijn oplossing daar is, stop met alles in één bak gooien. Maar misschien moet je juist uitsplitsen om te zien waar de verschillen zijn. Zie je ook met recruitment, als je daar mannen en vrouwen door elkaar komt, dan komen alleen maar mannen op de top 10. Dat is dan het algoritme, dat kan ik wel uitleggen, maar daar komt het op neer. Ja, dus, die klikken vaker enzovoort. Ja, LinkedIn, dat vind ik echt briljant. Die zeggen, oké, laten we de vernieuwende gedachte invoeren dat mannen en vrouwen min of meer dezelfde capaciteiten hebben. We maken een lijst top mannen, een lijst top vrouwen en de top 20 voegen we zo bij elkaar en dat is de shortlist. Begrijp je wat ik bedoel? Mm. Ook een manier. Is het crude? Maar ja, behalve als het tot ongelijkheid leidt. Dat je dan, je wil dan ook weer niet. Goed, dat geldt bij elk diversiteitsbeleid. Maar je wil dan ook niet dat die bak met vrouwen altijd slechter is dan mannen of andersom. Ja. Dus je moet er ook weer zorgen voor. Maar het is een interessant. Dus jij zegt, er zijn allerlei manieren om daar kritisch naar te kijken. Je moet creatiever omgaan met als jij recruitment hebt en meer diversiteit wil hebben, vraag dan gewoon de top 10 diverse mensen, top 10, weet je wel. En dat geeft een heel ander beeld van, dan ga je toch anders naar kijken. Ja, en, ik snap wat je en ik erger me daar wel. Ik denk dat het langzamerhand wel een beetje begint door te bedringen, maar ik weet nog, moest ik op het nieuws, of het journaal iets zeggen over hier. Maar je hoort natuurlijk, dan nemen ze jou op en daarna iemand anders. En, dus je weet niet wat de anderen zeggen. Hè? Dus ik had het prima uitgelegd. Maar toen kwam er daarna zo'n man, was een man, die dan voor de overheid die algoritmes ontwikkelen. Ja, we doen het zo goed. We halen het geslacht en achtergrond eruit. Zo, dus is het gelijkwaardig. Maar hier is het, als je weet dat die data biased is, dan kan je het helemaal niet meer controleren. Ja. Dus wil je het kunnen controleren, moet je juist weten wat de achtergrond, zodat je later kan krijgen, een vrouw, hetzelfde cv, maar dan met een minderheidsachtergrond en je stopt die erin, komen ze er dan nog tegelijk uit? Of is er een verschil? Dus het blind gaan, wat in de normale wereld wel goed werkt, bijvoorbeeld zonder naam, zonder foto. Nou, vooral achter een scherm een auditie doen voor een orkest. Daar schijnt dan ineens de vrouwen veel beter uit te komen. Dat is wel heel grappig. Dus dan ga je blind. Hmm. En dan helpt het heel goed. Maar in een algoritme is, als je blind gaat, is dat geen fairness. Dan weet je zeker dat het misgaat. Ja, dus volgens mij is het. Is dat het is wel fascinerend dat zo'n man dan op de tv zegt, nou, we doen het zo goed, want. Dat je echt denkt, oké, we hebben nog een lange weg te gaan. Hè? Ja. Hele lange weg. Ja. Ik denk dat dit een mooi punt is. Om, we hebben nog een lange weg te gaan. We hebben nog een lange weg te gaan, precies. Nou, ik kan me voorstellen dat in dit gesprek zijn. Ik heb veel geleerd. Er zijn veel van mijn veronderstellingen of ideeën zijn uitgedaagd. En, dat is toch leuk. Ik kan me voorstellen dat dat bij de deelnemers van de cursussen van Filosofische School Nederland ook zo is. Die dan ook nog natuurlijk hun eigen casussen specifiek. Ja. Ik heb nu een aantal van mijn ideeën, maar je hebt natuurlijk ook. Hey, is hartstikke leuk. Met casus. Dat is fantastisch. Ik kan niet anders zeggen. Nog even reclame maken, maar ja, mag best. Het is een ontzettende leuke. En die mensen die daar zitten, dat is natuurlijk toch ook een selectie. Want dat zijn mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Ja. Maar de gesprekken en de onzekerheden en de casussen en de dilemma's die dan op tafel komen, is wel echt heel leuk. Ik kan niet anders zeggen. Het is een ontzettende leuke cursus. En je krijgt natuurlijk ook huiswerk. En ze moeten dingen voorbereiden. En ik doe er graag aan mee. Ik merk echt maar ook omdat ik er wat uit krijg. Dus soms heb je dingen waar je alleen maar brengt. Maar hier, het zijn ook geen gewoon studenten die nog een beetje kijken en consumeren. Het zijn mensen die echt, echt begaan zijn bij Nederland. Hè? Ja, en ook relevant dit moeten toepassen. En daar ook beleid op moeten voeren. En dus het is. Het gaat ergens over. Het gaat ergens over, ja. Leuk. Ja. Lokke, heel erg bedankt. Graag gedaan. Leuk om hier weer te zijn. Mooi. Dankjewel. En u allen heel erg bedankt voor het luisteren, dan wel kijken. Dag.